Dit theekistje zet ik graag op tafel. Dit heb je nodig. Ik begin met een tekstvak uitmeten en schetsen. Doordat de tekst in een kader staat, ziet het er strak uit. Ik blijf overal 3 centimeter uit de rand. Binnen het tekstvak heb ik hulplijnen geschetst, zodat mijn tekst straks recht staat. De eerste tekst schrijf ik met de letters aan elkaar. Dat noemen ze scriptletters. En dit is eigenlijk het ouderwetse schoolschrift. Op de volgende regel komen blokletters. Die geven weer een heel ander effect als je er extra witruimte tussen zet. Voor het woord taste deel ik het vak op in 5 stukken. Zo weet je precies hoeveel ruimte je letters mogen innemen. Ik maak hier dikke blokletters. Belangrijk is hier dat alle stokdiktes gelijk zijn. De S wordt hier niet zo rond, eerder wat breder en recht. Dat komt doordat hij het hele vakje moet opvullen. Zie je? En door deze halve bolletjes aan de rand van het kader lijkt het zo net een biscuitje. Grappig toch? Ik moest even wat stiften testen, maar deze hobbystift werkte het beste op hout. Nu nog wat stipjes in de bolletjes van het kader. Nu is het helemaal een koekje, toch? Nog een extra accentje bij de blokletters. Dat maakt de letters helemaal af. Zie je? Zo, hij is klaar. Net op tijd voor de thee.